test. Goedemorgen Stijn, we zijn hier vandaag in Sint-Niklaas in het casino, maar we zijn hier niet om te gokken. We zijn hier voor de Vlaamse finale van het muziekconcours Imagine. Ja Pieter, dat is juist, maar ik moet toegeven, muziek, ik ken daar eigenlijk niet zoveel van. Weet jij daar iets over? Ik denk dat ik er nog minder van ken dan jij Stijn, maar ik zou voor misschien vragen we het gewoon aan de band zelf, wat dat voor hun betekent om hier vandaag in de finale van Imagine te staan. Ja, dat is een goede vraag. En bij Imagine denk ik ook aan John Lennon. Ik ook, Stijn. Die heeft een nummer, Imagine. Misschien moeten we gewoon vragen of ze een interpretatie van dat nummer kunnen spelen voor ons. Ik ben 16 jaar en ik ben van Hoesselt uit Limburg. Ik ben singer-songwriter en ik speel akoestische gitaar. Voor mij is Imagine vooral een kans om op te treden en om te tonen wat ik kan. Om mensen te ontspannen en gewoon mijn ding te doen. Ik ben Aram, beter gekend als Tide. Mijn genre is een beetje electronic post-rock eigenlijk. En ik ben dat beginnen spelen 4 maanden geleden. En dan heb ik me ingeschreven voor Imagine. Ik wist totaal nog niet wat ik ging doen. En ik maak met mijn muziek eigenlijk, ik druk mijn gevoelens uit en ik probeer zo in een eigen sfeer te geraken. En met optreden wil ik eigenlijk die sfeer naar andere mensen overbrengen. En voor mij was het gewoon zalig om door te gaan naar de finale van Imagine en het juryverslag te lezen. En te lezen dat bij hen ook zo is overgekomen. Dus voor mij betekent dat heel veel, ook omdat ik nog maar net eigenlijk met mijn eigen stijl begonnen ben. En nu al de kans heb gekregen om hier in de Vlaamse finale van Imagine te spelen. Sweet Salt. En voor ons betekent het eigenlijk heel veel om in de finale van Imagine te staan. Want ik ben er nog maar een paar maanden bij hun. En het is eigenlijk zo wat toch een appreciatie dat je dan krijgt voor de muziek dat je maakt. En veel mensen leren nu ook kennen. En we leren ook gewoon echt enorm veel bij, denk ik. Door gewoon al echt al meer te spelen en te oefenen voor de shows dan. En we hebben ook al optredens erdoor gekregen. Dus voor Imagine betekent voor ons dus heel veel. Thank you.
Imagine betekent voor ons niet alleen maar in een mooie wedstrijd zitten, waarin we gewoon heel veel kansen krijgen en heel veel mensen uit de industrie kunnen ontmoeten, maar het betekent ook gewoon samenspelen met muzikanten. We hebben het Imagine Weekend gehad en dat was superleuk. Wij hebben heel veel nieuwe mensen leren kennen. En het doet gewoon zoveel goed om muziek te spelen met andere mensen, met nieuwe mensen. En je voelt gewoon dat dat klikt, omdat we allemaal samen gewoon muziek willen maken. En dat is de essentie eigenlijk. Plezier hebben in muziek maken. Laat het wel zien, denk ik, dat we goed bezig zijn, want Michiel is er nog niet zo lang bij, onze bassist. En nu zijn we een beetje aan het gaan aan andere klank, dus ik denk wel dat het laat zien dat we op een goede weg zijn. Het is een begin voor ons. Ja, ik vind eigenlijk dat Imagine ook een soort van drug is die ervoor zorgt dat je ook nieuwe nummers gaat creëren en dat je niet alleen bij één soort van genre blijft, maar ook dat je meer dingen gaat ontdekken eigenlijk met andere soorten bands, ook die genres gaat ontdekken en dat je dan ook leert die genres te beheersen en nu ook meer laat inzien dat je niet alleen bij het ene genre moet blijven, dat er veel meer is dan dat. De band uit Brussel, samen opgegroeid op de Kunstmaniora van Brussel, elkaar leren kennen daar, uitgegroeid tot een leuke funkband. Op Imagine spelen vinden we een hele mooie opportuniteit, omdat als beginnende band is het zeker belangrijk dat je alles wat je krijgt met beide handen aanpakt en dat je er gewoon voor gaat. Dus mooie kans, dank je Imagine. Amai Pieter, dat was nogal iets. Je zegt dat talent hier. Dat was zeker iets. Ik ben er zelf misschien geen betere muzikant van geworden, maar ik begrijp wel waarom mensen muzikant worden. Ja, en Pieter, het mag gezegd zijn, er zijn deze zomer toch wel heel wat Imagine-covers op komst, hè? Ik hoop dat er heel veel Imagine-covers op komst zijn. Voor ons was het een ludieke opdracht, maar een aantal groepen hebben zich echt keihard gesmeten en mogen toch wel eens overwegen om misschien in de studio te kruipen voor een eigen Imagine-cover. En Pieter, herhaal het nog eens. Wanneer was het nu weer, de Belgische finale van Imagine? De Belgische finale van Imagine is op 26 juni in de Botaniek in Brussel. Iedereen komen. Voilà, dan laat ik jullie.